De directeur van het kabinet van de president, Eugène Van der San, maakt zich ernstig zorgen over het voornemen van president Desi Bouterse zijn bevoegdheden deels over te dragen aan vicepresident Ashwin Adin. In een interview zegt Van der San dat deze kwestie reeds is besproken in de Nationale Assemblée. Er worden volgens hem voorbereidingen getroffen om een bestuursorgaan in het leven te roepen dat mandaat krijgt om de bevoegdheden van de president deels over te dragen aan de vicepresident. Van der San merkt op dat dit niet zonder meer kan geschieden, omdat de taken en bevoegdheden van zowel de president als de vicepresident reeds zijn opgenomen in de grondwet van Suriname. Maar in het totale verhaal gebruikt men een aantal bestuursrechtelijke begrippen die juist dan daardoor voor verwarring kan ontstaan. Want op enig moment sprak men over delegatie en een ander moment sprak men over mandaat. Nu om het helder uit te leggen. Wanneer we praten over delegatie, dan moet dat vooraf in de wet zijn vastgelegd. Dat je de bevoegdheden die je hebt op basis van de legitimiteit die je hebt om die bevoegdheid te hebben. Je moet één ding weten. Zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid. Zonder verantwoordelijkheid geen legitimiteit. Van der San benadrukt verder dat er in de grondwet geen bepalingen zijn opgenomen waarin staat dat de president zijn bevoegdheden mag delegeren. Met andere woorden, het delegeren van de bevoegdheden van de president moet vooraf worden geregeld in de grondwet. En daarom zijn er in het bestuursrecht begrippen die je kan hanteren met betrekking tot de uitvoering. Nu heeft men twee van die begrippen gehanteerd. Delegatie, maar dan zegt de wetgever, die bevoegdheid die ik heb gegeven, kan je delegeren, maar dan moet ik dat hebben vooraf vastgelegd. Dat je kan delegeren. En als dat zo is, dan pas kan je. In de grondwet is zo'n bepaling niet vooraf vastgelegd dat de president zijn bevoegdheden kan delegeren. Dat is één. Dan gebruikt men een ander begrip, mandaat. Mandaat is een bevoegdheid die de president heeft, inderdaad. Die de president ook, alle bevoegden hebben dat. Laten we zeggen, alle gezagdragers hebben dat begrip, kan je dat begrip gebruiken, mandaat. Maar mandaat gebruikt men niet op het hoogste niveau van een land. Dus bij een president kan je ook mandaat gebruiken. Alles Eugène Van der San, directeur van het kabinet van de president, over het voornemen van president Desi Bouterse om zijn bevoegdheden deels over te dragen aan vicepresident Ashwin Adin.